Deze video gaat over toppen en punten van symmetrie. In deze video ga ik je laten zien wat een top is en wat een punt van symmetrie is. En ik ga bespreken hoe je deze twee dingen kunt aflezen uit een formule. Maar eerst, wat is nu een top en wat is een punt van symmetrie? Nou, we kijken even naar de tekeningen aan de rechterkant. En die tekeningen heb ik besproken in de vorige video over verschuivingen. En in die video heb ik toen verteld dat dit de algemene formule is van een machtsverband. Dat als de macht even is, dan heb je een parabool. Is de a groter dan 0 is het een dalparabool. Is die kleiner dan 0 is het juist een bergparabool. En als de macht oneven is, dan heb je een slinger. De slinger ziet er zo uit bij a groter dan 0. En zo uit bij a kleiner dan 0. We gaan nu kijken naar de interessante punten van deze grafieken. En het interessante punt van een parabool is de top. Dat kennen we ook wel uit de onderbouw. Ik heb de top hier even aangegeven. Die zit hier helemaal beneden in het puntje. En daar zo zit hij juist helemaal bovenop de bergparabool. En dat is dus de top van zo'n parabool. Nieuw is het punt van symmetrie. En het punt van symmetrie dat komen we tegen bij die slinger. Het punt van symmetrie bij zo'n slinger zit precies in het midden. En want daardoor is hij ook symmetrisch. Ik heb hem hier even aangegeven, precies in het midden, in de oorsprong. En daar zit hij ook. Maar zo'n slinger heeft dus geen top, maar heeft dus als interessant punt een punt van symmetrie. Ik ga nu een voorbeeld bespreken. En in dat voorbeeld gaan we het hebben over hoe je nu kunt bepalen waar de top en het punt van symmetrie zich bevinden. Want dat is waar het uiteindelijk om gaat. Je moet zelf kunnen aflezen uit een formule wat is de top of wat is het punt van symmetrie. Het voorbeeld zie je hier staan. De opdracht is, schets de grafiek. En geeft de coördinaten van de top of het punt van symmetrie. En we hebben gegeven deze formule. En de formule is y is 1 vijfde tussen haakjes x min 5 in het kwadraat min 4. We moeten dus bij deze formule twee dingen doen. Namelijk de grafiek schetsen die hierbij hoort. En we moeten de coördinaten geven van de top of van het punt van symmetrie. En laten we eerst even kijken naar die formule. En dan gaan we met elkaar even bepalen. Welke van de vier grafieken hoort nu bij deze formule? Nou, we gaan even kijken. De macht is 2, dus de macht is even. Dus we hebben sowieso te maken met deze situatie. Dus we hebben of een dalparabool of een bergparabool. Welke van de twee het is, hangt af van de waarde van a. a groter dan 0 of kleiner dan 0. En de a is het getal voor de x. Nou, wat staat hier voor de x? Daar staat een 1 vijfde. 1 vijfde is groter dan 0, dus we hebben te maken met een dalparabool. We moeten zometeen een schets maken van de grafiek, dus we gaan zometeen die dalparabool schetsen. Maar dat kan pas als we weten waar de top zit. Want ja, zit de top in het midden, dan kan ik hem gewoon zo tekenen. Maar zit de top hier aan de rand, dan gaat de tekening er heel anders uitzien. Zit die hierboven, zit die er ook heel anders uit. Dus ik wil eerst weten waar zit de top. En dan kan ik die grafiek pas gaan schetsen. Maar we weten in ieder geval, onze eerste stap is dus bedenken hoe ziet die eruit. Nou, en hij ziet er dus uit als een dalparabool, want de macht is even en de waarde van a is groter dan 0. Oké, okay, nu gaan we die top aflezen. En daarvoor gaan we even goed kijken naar deze formule. Je kunt de top aflezen door te bedenken welke verschuiving is hier geweest. Nou, we hebben het in de vorige video gehad over verschuiving. Verschuiving doen we altijd met een punt. En de x-coördinaat van dat punt, die komt bij de x terecht. En de y-coördinaat van het punt, die staat juist los erachter. En die x en die y-coördinaat van die verschuiving, dat zijn ook in één keer de coördinaten van de top of van het punt van symmetrie. Dus we hebben hier een verschuiving gedaan. Bij de x zien we een min 5 staan. En dan moet je bedenken, we hebben bij verschuiving geleerd, dat we bij de x altijd het tegenovergestelde doen. Dus hier staat een min 5. Dus we hebben een verschuiving gedaan van op de x 5. Dus we noteren, verschuiving op de x was dat een 5. En nu gaan we kijken, wat is er op de y als gebeurd? Nou, hier staat een min 4 en die y die was altijd hetzelfde. Dus de x was 5 en de y van de verschuiving is min 4. En nu weet ik ook in één keer wat de coördinaten zijn van de top. Want de top is gelijk aan. Het punt wat hoort bij de verschuiving. Dus, conclusie, de top is 5, min 4. En hoe komt het nou dat de top gelijk is aan de coördinaten waarmee je de verschuiving doet? Nou, een verschuiving van 5, min 4 betekent dat we 5 naar rechts gaan en 4 naar beneden. Wat gaat er dan nou gebeuren met die grafiek? Die top zit nu in 0,0. Die top gaat 5 naar rechts en hij gaat 4 naar beneden. Waar komt hij dan terecht? Nou bij 5, min 4. En daarom zijn dus de coördinaten van de verschuiving hetzelfde als de coördinaten van de top. En dat geldt uiteraard ook voor het punt van symmetrie. Dus als we de top willen weten, dan kijken we naar die formule. Bedenk welke verschuiving heeft er plaatsgevonden. Nou hier staat min 5, dus dan is de x positief 5. En hier staat min 4, dus de i is ook gewoon min 4. En dan mag ik meteen opschrijven, dus de top is 5, min 4. Nu kunnen we ook een schets maken van de grafiek. Want daarvoor moest ik natuurlijk wel even weten wat zijn de coördinaten van de top. Nou, het is een schets, dus je doet gewoon even het asstelsel uit de losse pols. Net zoals ik nu doe. We hebben dus te maken met een dalparabool En de top bevindt zich bij 5, min 4. Dus we gaan eerst eventjes die top erin zetten. Dus die bevindt zich ongeveer hier zo. Daar zet ik even een puntje neer. Ik zet de coördinaten er ook even bij. Dat is netjes voor in de schets. En nu ga je de vorm er gewoon even inzetten. Dus ongeveer zo. Dit is al prima. Het gaat er gewoon om dat die vorm overeenkomt met hetgene wat hier staat. En je mag natuurlijk geen bergparabool tekenen. Want dat is fout, want de a is 1 vijfde. die is niet kleiner dan 0. En je moet die top ook wel ongeveer op de juiste plek tekenen. En niet hierbovenin of daar of daar. Want dat is echt fout. Maar voor de rest. Prima schet je zo, nu heb je de opdracht netjes uitgewerkt. Oké, het tweede voorbeeld. Vraag b. We moeten opnieuw de grafiek schetsen en de coördinaten geven van de top of van het punt van symmetrie. Maar nu is onze formule geworden i is min 3 en dan tussen haakjes x plus 2 tot de macht 5, min 6. Net als net gaan we ook nu eerst even kijken met wat voor soort formule hebben we hier te maken. Dus we gaan kijken welke van de vier grafieken is het. Nou, De macht is 5, dus de macht is oneven, dus we hebben sowieso te maken met een van de twee slingers. En de waarde van a, dus het getal wat voor de haakjes staat, is min 3. Min 3 is kleiner dan 0, dus we hebben te maken met de slinger die je hier rechts onderin ziet. We gaan zometeen de grafiek schetsen, maar voordat we dat gaan doen moeten we eerst het punt van symmetrie weten, want het punt van symmetrie bepaalt ook waar de grafiek zometeen komt in de schets. Ja, dat deden we deden net ook met de top. Ik wilde eerst de top weten en toen gingen we pas schetsen. Ja, dat punt van symmetrie kun je net zo bepalen als dat we de top hebben bepaald. Dus we gaan kijken in deze formule. En dan gaan we ons afvragen welke verschuiving heeft hier plaatsgevonden. Dus ik noteer alvast, hier is een verschuiving. Kort ik even af. En dan gaat het over wat zijn dan de coördinaten van de verschuiving. Daarvoor gaan we even kijken in de formule. We hebben x. Plus 2. We doen altijd het tegenovergestelde van plus. Dat is min. Dus de x-coördinaat is min 2. En voor de y-coördinaat kijk je naar het losse getal erachter. Dat is de min 6. Dus we doen min 2, min 6. Want die min 6 die blijft altijd hetzelfde. Nu hebben we de coördinaten van de verschuiving gevonden. En zoals we net hebben besproken, die zijn dus hetzelfde als de coördinaten van de top of van het punt van symmetrie. Dus, nu kan ik meteen zeggen, dus voor het punt van symmetrie weet ik dat de coördinaten zijn min 2, min 6. En nu hebben we de helft van de vraag al uitgewerkt. Moeten we alleen nog even de schets geven? Nou, daar vertekenen we gewoon even uit de losse pols een assenstelsel. We hadden te maken met deze slinger en het punt van symmetrie bevindt zich bij min 2, min 6. Dus die gaan we er eerst even inzetten. Dus bij min 2 min 6. Dus ongeveer hier. En zet de coördinaten er ook even bij. Dat is wel zo netjes. En nu gaan we deze vorm uit de losse pols erin tekenen. Dus dan krijg je zoiets. Dit is nu de grafiek geworden. Je ziet ik heb de vorm geschetst zoals die hier ook staat. Het punt van symmetrie heb ik erbij gezet. En nu zijn we klaar. Handig hè? Zo'n uitlegvideo. Wil je nou nog meer handige uitlegvideo's? Abonneer dan op mijn kanaal. En dan zorg ik ervoor dat jij als eerste op de hoogte bent als ik een nieuwe video publiceer.